Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alameen, Salatu wassalamu salaam wa rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi ala 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 onderwerp ala 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 onderwerp ala ala dat, dat, dat we dit onderwerp wel we dit we weten wat het we weten wat het toch inhoudt, vergeten pilaar. Is het een vergeten pilaar? We houden ons dagelijks bezig met het gebed. En elke maand vinden er rituelen plaats die ons herinneren, die elk jaar ons herinneren aan het vasten, aan het belang van het vasten. En de hele gemeenschap doet mee, van jong tot oud, van rijk tot arm, van mannen tot vrouwen. Iedereen doet mee met het vasten. Maar omdat zekeet een individuele verantwoordelijkheid is, wordt het heel vaak achterwege gelaten en heel vaak zelfs verwaarloosd. En met zaket bedoelen we niet zaket el die aan het eind van de maand ramadan wordt betaald. Die 5 of 7 euro die aan het eind van, elke maand, van de maand ramadan wordt betaald. Met zaket geliefde broeders en zusters bedoelen we de derde pilaar van het geloof. Wij bedoelen met zaket geliefde broeders en zusters dat die percentage die een gelovige betaalt over zijn totale, over zijn totale vermogen wanneer hij de, de nisab bereikt. Zeket, geliefde broeders en zusters, is niet een goede daad. Is niet alleen een goede daad. Zeket is niet, ook niet zomaar een aanbieding. Het is een fundament van het geloof. En dat is belangrijk om te realiseren. Om te begrijpen. We hebben het niet over een extra nobele sadaka die je geeft. Een goede daad die je uit jezelf verricht. Nee, het is een recht. Het is een plicht. Een recht van wie? Een recht van de armen. Dus op het moment dat jij een deel... Of je volledige zaka zelf behoudt, dan behoud je in principe een deel, een vermogen van de ander. Het is dan hetzelfde alsof je geld gestolen hebt, of iemand gedwongen hebt om een bepaald bedrag aan jou te geven, want dat bedrag is niet van jou. Je kan wel zeggen: ik heb er hard voor gewerkt. Het is een gunst van Allah. Alles wat je hebt gekregen is een gunst van Allah, maar Allah verplicht jou om op zijn minst een deel van dat vermogen.

Dus geliefde broeders en zusters, op het moment dat we het over zakat hebben, dan hebben we het niet over alleen enkel en alleen een ritueel, maar we hebben het over een pilaar. De Profeet ﷺ zegt: "Bunyel Islamu." Met andere woorden, de Islam als Godsdienst, als religie is gebouwd op deze fundamenten. En het eerste waar de Profeet alayhi wa sallam mee begint is tawhid, geloven in de goddelijke eenheid. De tweede waar de Koran of waar de Profeet over spreekt is het gebed omdat dat jouw directe verbinding is met Allah subhanahu wa ta'ala? En op derde plaats wordt het zakaat genoemd. Niet vasten, niet hajj, wat heel belangrijk is, maar zakaat wordt op de derde plaats genoemd vanwege het belang en de positie van zakaat in ons geloof. Het is niet iets eenvoudigs. Het is niet iets kleins, geliefde broeders en zussen, en daar moeten we heel goed over nadenken. Allah zegt: het is niet van jou, maar het is van de armen. En voor de armen. Je bent enkel en alleen een middel. Alsof ik naar jou ben gekomen en jou 500 euro heb gegeven. En ik zeg: Dit is niet jouw geld, maar dat is voor jouw broer of voor jouw vader. Je dient het aan diegene te geven. Alleen Allah, -in, Allah -jalla, uit zijn genade en barmhartigheid heeft Hij jou als een middel gebruikt. Om hasanet te verdienen. Om dichter bij Allah -jalla te komen. En om vooral, zoals de Koran deze heel mooi beschrijft, om jezelf te zuiveren. Te zuiveren van wat? Te zuiveren van zondes. Te zuiveren van haat. Te zuiveren van afgunst. Te zuiveren van allerlei gevoelens. Die, negatieve gevoelens die het hart kunnen aantasten. Die het hart kunnen besmetten. Allah geeft jou medicijnen om aan anderen te geven zodat jij in de eerste instantie ervan profiteert. Of ervan kunt profiteren. Als je dat op de juiste, juiste wijze doet. Dus de profeet a.s. zegt: Het is. Uh, de islam is opgebouwd met andere woorden. De islam is een gebouw. En een van de stevige, belangrijke fundamenten van dit gebouw is zeke. Op het moment dat dit wegvalt, dan valt het hele gebouw uit elkaar. Je kan niet zeggen: Ik ga bidden. Want dat is eenvoudig. Het is maar een aantal handelingen. Ik ga op hedge, want dat is één: een reis. Het is leuk om te doen. Ik ga vasten, dat is gezond voor je lichaam. Maar zaket vind ik wel een ander verhaal. Want ik werk ervoor, ik heb het nodig. Ik spaar voor een, voor een hoog doel. Ik spaar voor iets belangrijks. Ik spaar voor een auto. Ik spaar voor een huis. Ik wil de toekomst van mijn kinderen waarborgen en, en, en dat ze een, een goede toekomst hebben. Maar ik betaal geen zakken. Dat is niet te accepteren. Je kan niet kiezen. In geloof kan je niet kiezen. Zaken die verplicht zijn, zijn verplicht. Je kan niet zeggen, maar ik of jij. Iedere moslim die moekellef is, die het niveau van teklief heeft bereikt, een verantwoordelijkheid draagt, dient zakat te betalen. Aan wie? Dat is duidelijk in de Koran, de acht categorieën. Gaan we zo meteen even kort opzoomen. Wanneer die je de zaket te betalen? Wanneer je een NISAB hebt bereikt. Wanneer je een bepaald drempelbedrag hebt bereikt. Op het moment dat je die, dat bedrag bereikt, dan wordt het verandert het afhankelijk van de waarde van goud of zilver. Daar is een meningsverschil tussen de geleerden. Sommige geleerden kijken naar de waarde van goud en sommigen kijken naar de waarde van de zilver. De zaketorganisaties, internationale en nationale zaketfondsen, Kijken vandaag de dag vooral naar de goudwaarde. En er zijn geleden die zeggen: zaket betaal je eigenlijk over zilverwaarde, want dat is gunstiger voor de armen. Want op het moment dat je naar de waarde van zilver kijkt, dan betaal je als zaket wanneer je ongeveer 700 of 800 euro vandaag de dag bereikt. Maar wanneer we naar de goudwaarde kijken, betaal je pas zaket op het moment dat je ongeveer 5000 euro of iets iets meer. Dat kan je online. Berekenen. Dus op het moment dat je dat niveau, dat bedrag hebt bereikt, en dan heb ik het niet over één potje, over jouw totale vermogen. En daarbij stelde ik de net in de Arabische preek de vraag aan de zakenmensen en handelaren, ondernemers, hoe bereken je eigenlijk je zaket? Bereken je alleen maar zaket wat je thuis hebt gespaard? Of kijk je ook naar je spaargeld? Kijk je ook naar je pensioen? Want technisch gezien is pensioen niks anders dan. Jouw vermogen, die alleen is uitgesteld. Ik geef nu geen vetua, ik geef geen oordeel. Ik zeg alleen, een moslim dient daarover na te denken. Dat de spaargeld is duidelijk. Hoe zit het met bepaalde goederen die ik heb? Grond die ik bijvoorbeeld in Turkije of in Marokko heb gekocht, dien ik daar zaket over te betalen? Of niet, goud wat ik thuis heb, wat ik heb geërfd, op welke manier dan ook. Een vrouw die haar goud heeft, gebruikt ze die voor handel? Of heeft ze die alleen maar voor zichzelf? Gebrekt. of heeft ze dat alleen maar soort van als een middel beschouwd om geld te sparen? Want goud daalt niet snel in waarde. Onze geleerden hebben daarover gesproken. Op het moment dat ik leningen heb, dien ik eerst die leningen te betalen of moet ik eerst de zaket betalen? Moet ik eerst op hedge gaan of moet ik eerst mijn zaket betalen? Dat zijn dus allemaal vragen, relevante, fikke vragen die een gelovige dient stellen, met name ondernemers. Hoe complexer de onderneming, hoe complexer. De vragen worden. En dat zijn allemaal zaken waar we over moeten nadenken op het moment dat we over zaket spreken. Dus het gaat nogmaals niet enkel en alleen over spaargeld die je thuis hebt. Hoe zit het met leningen die ik heb gegeven? Iemand heeft 10.000 euro van mij geleend. Moet ik zaket over die 10.000 euro betalen of niet? Of moet diegene aan wie ik het geld heb geleend zaket betalen of niet? Ik ga nu geen antwoorden geven, omdat dit niet het moment is om antwoorden te geven. Dit zijn zaken die onderzocht moeten worden en geleden hebben daar duidelijk in fikkenboeken over gesproken. Zaket, geliefde broeders en zusters, vanwege het belang ervan, heeft het heel veel positieve effecten op de individu, maar ook op de samenleving. Sterker nog, het heeft zelfs individu op je kinderen, op de opvoeding van je kinderen, het heeft invloed op alles wat jij als persoon in dit leven onderneemt, op het moment dat jij deze plicht niet nakomt, op het moment dat je deze verantwoordelijkheid niet draagt, dan ben jij de eerste die daaronder zal lijden. Waarom? Want Allah zal baraka afnemen van jouw bezittingen. Allah subhanahu wa ta'ala zal jou geen succes schenken, niet in dit leven en zeker niet in het hiernaam, tenzij je berouw toont dat recht wat je niet hebt betaald, teruggeeft aan de armen en oprecht Berouw toont en in het vervolg dat op de juiste manier gaat doen. Veel mensen investeren duizenden, zowel niet tonnen in hun onderneming. Ze denken aan een juridische adviseur, een belastingadviseur, aan allerlei adviseuren die soms, u, som, soms uren bezig zijn om een advies te geven. Maar verwaarlozen dat gedeelte wat heel belangrijk is. Sterker nog belangrijker dan alle bezittingen bij elkaar, omdat dit een zaak is wat Allah ons verplicht.

Om af te sluiten, geliefde broeders en zusters, zeket is een belangrijke pilaar. Zeket is een verantwoordelijkheid. Zeket is het recht van de ander die je terug dient te geven. Zeket zorgt ervoor dat jij van binnenuit wordt gereinigd van de ziektes die we eerder hebben opgezond, maar het zorgt ook voor betere relaties met de omgeving. Zeket, geliefde broeders en zusters, zorgt voor toename in Iman, maar ook in jou. In jouw bezittingen. De profeet zegt: van, van een sadaqa, wanneer je een sadaqa geeft, zal er niets afnemen van jouw bezittingen. Met andere woorden, er, 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 er wordt een andere dimensie toegevoegd aan jouw bezittingen, namelijk de dimensie van, uh, van baraka. van gehoorzaamheid aan Allah, waardoor jij veel meer kunt bereiken met datgene wat je hebt. En op het moment dat je die verantwoordelijkheden niet draagt, dan zullen obstakels, barrières op de weg te vinden zijn. die jou belemmeren om jouw doelen. zowel in dit leven als in het hiernamaals te bereiken. Mog Allah ons in staat stellen om zakat te betalen. Mog Allah Subhanahu wa Ta'ala ons de krachten doen bundelen. ام امنا من فوت whatبرنج اقول قولي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، واجرنا اللهم من النار بعفوك وادخلنا الجنه برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إخوة كثر يطلبون منكم الدعاء اللهم حقق لنا ولهم الرجاء اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما كذلك هذا الأخ الذي توفي صلى الله عليه وسلم يرحمه برحمته الواسعة صلى الله عز وجل أن برحمته الواسعة وعندنا بعد الصلاة صلاة الجنازة إن شاء الله تعالى فلا تنصرف حتى نصلي جميعا بإذن الله عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه والله فور الرحيم